Vrijwilligers van de Voedselbank Voorschoten zijn in het zonnetje gezet. Donderdagochtend ontvingen zij van GroenLinks Voorschoten de Groene Valentijn en een toepasselijke taart. De Groene Valentijn is een blijk van waardering die GroenLinks Voorschoten uitdeelt aan mensen en organisaties die zich inzetten voor de medemens of de natuur in Voorschoten. En die hebben we dit jaar voor de 12e keer uitgereikt aan de Voedselbank. De Voedselbank is dankbaar om deze onderscheiding te mogen ontvangen. Ja, nou, het is erg leuk. Het is natuurlijk een mooie blijk van waardering voor het werk wat wij als vrijwilligers bij de Voedselbank doen. Het is dan ook een prijs die de vrijwilligers ten goede komt. Want de Voedselbank is eigenlijk niet meer dan de vrijwilligers die er bij werkzaam zijn. En voor ons allemaal is het leuk dat dit gebeurt. GroenLinks Voorschoten zet door middel van deze jaarlijkse onderscheiding iemand in het zonnetje die het groene hart op de juiste plaats heeft. De Voedselbank is een ontzettend belangrijke organisatie in Voorschoten die juist die mensen helpt die door de kieren van het systeem heen gevallen zijn, die dat extra steuntje kunnen gebruiken. En die mensen ook op een hele persoonlijke manier helpt, op een hele professionele manier. Maar ze daarbij ook niet alleen helpt in materiële zin, maar ook met advies en gewoon de aanspraak en aandacht. Nou, daar hebben we ontzettend veel waardering voor. En juist nu met de coronacrisis, nu alles zo ingewikkeld is geworden, denken we dat het extra belangrijk is dat de Voedselbank er is. En dat willen we ze gewoon meegeven, we willen ze een hart onder de riem steken. Ondanks de coronacrisis weet de Voedselbank het hoofd boven water te houden. Het gaat eigenlijk heel goed met de Voedselbank in Voorschoten. Dat heeft te maken met de vrijgevigheid van de Voorschotense bevolking. En in tegenstelling tot wat heel veel mensen verwacht hadden afgelopen jaar en nu nog steeds, is het aantal cliënten dat bij ons ingeschreven staat lager dan voordat de corona uitbrak. En we hebben op dit moment dus geen grote problemen met het verzorgen van onze cliënten. Met de Voedselbank gaat het dus goed. Maar dat betekent niet dat het in heel Voorschoten goed gaat. De klappen van de coronacrisis zijn natuurlijk in heel Nederland hard. En ook in Voorschoten merken we dat. En we hebben als gemeentebestuur besloten om te gaan helpen op een hele praktische manier. We grijpen in waar dat nodig is. En we moeten dus mensen vragen, als je in de problemen komt, geef dat dan ook vooral aan. We zullen proberen te helpen waar dat kan. En natuurlijk kunnen wij net zoals iedereen alleen maar hopen dat het heel snel weer voorbij is.